Ik ben Françoise, ik ben stafmedewerker bij de dienst Milieucoördinatie. En ik doe de projectleiding van het project over het vermijden van voedingsafval en zo duurzaam mogelijk aanwenden van verwijderde voedingsmiddelen. We hebben recent heel mooie resultaten gehad aangaande onze recyclingrate. We zitten namelijk al aan een recyclingrate van 82%. We hebben dat kunnen behalen dankzij een intensieve sortering aan de bron in de winkel zelf. Verder is er ook nog een nieuwe sorteerinstallatie in onze retourcentra dat natuurlijk ook heel erg bijdraagt. Dit jaar hebben we ook onze samenwerking met de voedselbank uitgebreid. We zijn gaan samenwerken in 14 winkels over heel België, waar dat de voedselbanken dan lokaal de verwijderde, maar nog consumeerbare voedingsmiddelen komen halen. Dat gaat al gauw over 2 à 3 ton per winkel per maand aan voeding dat nu niet meer vergist wordt, maar aan de minder bedeelden gegeven wordt.